Door de kerstmis zijn we heel erg bezig met wintergroen. Denk maar aan de kerstboom. Denk aan kerststukken waar we groen in verwerken. We willen groen zien. We willen herinnerd worden aan het voorjaar. Maar dat geldt uiteindelijk ook voor de tuin, want er moet een wintergroen geraamd in. En dat zijn we de laatste jaren een beetje vergeten. En ik zal de mogelijkheden eens even laten zien. Wat is dit mooie? Dit is de edelden. Avius protra glauca. Glauca, dat staat op de blauwe. Maar hij heeft nog wat. Hij valt niet uit. Als je hier een krans van maakt, dan blijft hij wel een jaar goed. Ook zijn exemplaar in je tuin is prachtig. Edelden heet het niet voor niks. Ja, ik zit hier tussen de planten die Ivo net in de tuin heeft geplant voor de grote kerstshow. De Pizzia opconica perfecta. Die heb ik leren kennen in Canada, want die groeit er in het wild. Precies aan de zee. Dat is een hele langzaam groeiende spar. Nou, dan worden ze hier in een container gekweekt. Dat is veel goedkoper en veel minder arbeidsintensief dan dat je normaal coniferen kweekt. Want die moeten één keer in de twee jaar rondgestoken worden en één keer in de twee jaar verplant worden. En in een pot kweken, want dat is eigenlijk een container, is veel makkelijker en eigenlijk nog veel beter ook. Dit is mooi geel, hè? Ja, vroeger waren gele coniferen. Als je een tuin ontwierp, moesten minstens een gele instaan. De gele is tegenwoordig helemaal uit, vooral in coniferen. Dat wordt echt super truttig gezien. En je ziet het ook op zo'n kwekerij. Dat is maar een heel klein hoekje geel, want die worden sporadisch gebruikt. Maar nou, in de winter is het meest opvallende. Want je loopt hier en je wordt er toch wel vrolijk van. Je kan zeggen wat je wil. Kijk, dit is de Taxus baccata en die is natuurlijk heel populair, hè? Die wordt voor hagen gebruikt in heel veel tuinen. Blokhagen, sierobjecten, Taxus baccata. Het lijkt een hele makkelijke plant, maar dat is het niet. Wat doen ze hier? Ze zetten hem in een pot en ze zetten hem in de kas. Blijft hij een jaar staan en wordt hij lekker door. Er is nog een soort, dat is deze. Dat is de Taxus media rising star. En dat is een nieuw soort. Als je die op een gegeven moment in je tuin hebt en je gaat knippen, en je knipt hem één of twee keer per jaar, krijg je een hele strakke, dichte haag. Een Taxus moet je zorg aan besteden, vooral als hij jong is en je gaat hem verplanten. Maar moet je kijken, het is toch een schitterende plant? Ja, onze smaak is natuurlijk wel veranderd vergeleken bij de rijke verzamelaars uit de 19e eeuw. Die wilden een hele grote, brede collectie hebben met de gekste planten. Wij zijn tegenwoordig wat eenvoudiger. Maar een wintergroen geraamte, die bouw je met coniferen. Nou, die worden volop gekweekt op een hele moderne, nieuwe manier, zodat het voor iedereen haalbaar is. Ja, de rest maar nog één ding. Iedereen prettige feestdagen te wensen. Coronavrij natuurlijk. Ja, helaas dit jaar in een klein gezelschap. Maar dan kun je ook een hoop lol hebben.